Na het uitgebreide onderzoek wat we zaterdagmiddag zijn gestart, ja, kunnen we vandaag duidelijkheid geven over de toedracht van het drama wat in Etten-Leur heeft plaatsgevonden. Wat weet u wat er heeft plaatsgevonden? Nou, we hebben vast kunnen stellen door het onderzoek dat de 41-jarige man zijn 9-jarige dochter en 20-jarige stiefzoon met een vuurwapen om het leven heeft gebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Hoe heeft u dat kunnen vaststellen? Hoe is dat in zijn werk gegaan? We hebben uiteraard zeer gedetailleerd sporenonderzoek in de woning gedaan. Technische regisseurs hebben dat gedaan. Er is een uitgebreid buurtonderzoek gehouden in de omgeving van de woning. Ja, er zijn diverse mensen gehoord. En afgelopen maandag is er ook sectie verricht op de lichamen van de slachtoffers. Wat maakt dan op een gegeven moment dat het duidelijk wordt dat het om een schietpartij is gegaan? Welke feiten spelen dan daarvoor een rol? Ja, uiteindelijk toch voornamelijk het sporenonderzoek in de woning en de sectie op de lichamen. Dat maakt duidelijk dat het een schietpartij is geweest. Ja. Hoe nu verder? Want betekent dit het einde van de zaak of hoe wordt dat gezien nu? Nou ja, met deze duidelijkheid over de toedracht is het onderzoek nagenoeg afgerond. Het onderzoeksteam rondt nog een aantal zaken af en dan wordt er een dossier verder opgemaakt. En daar blijft het natuurlijk bij, want de man heeft zichzelf om het leven gebracht en is niet meer te vervolgen. Ja, precies, dat klopt.